Het Polytechnic College Suriname PTC heeft gisteren aan 33 studenten hun bul uitgereikt. De geslaagden zijn afkomstig van de College of Agriculture and Health, College of Technology met de richtingen ICT, elektrotechniek, infrastructuur en werktuigenbouwkunde. Onderwijsminister Lilian Ferrier benadrukte dat de geslaagden het diploma niet als de eindstreep moeten zien. Ferrier gaf aan dat het beleid van het ministerie naast excellence ook long life learning propageert. En mijn wens voor jullie is, nogmaals, ik denk dat er inderdaad een groot aanbod is wat arbeid betreft. Maar vergeet niet dat die volgende stap er ook aan moet komen. Ja? Bachelor is nog niet je eindstreep. Ga verder. Want dat is het kader wat we echt nodig hebben. En verder ben ik heel blij dat het afgestemd is inderdaad op het bedrijfsleven wat we nodig hebben voor Suriname. Ik wil jullie allemaal heel erg feliciteren. Ik wil zeker de leiding en het bestuur feliciteren, want dit is echt wel een mijlpaal. En als het van mij afhangt, juist omdat jullie me geen zorgen geven, mogen er nog 100 bijkomen in de nabije toekomst. Proficiat en vier die dag. Nu komt het moment dat u echt bachelor bent of applied technology. En u weet wat daar gebeurt, hè? Dan gaan de caps de lucht in. Bent u ready? Ik ga 1, 2, 3. Pas bij 3. Bent u klaar, fotografen? Pas bij 3 gaan de caps de lucht in. Lukt het? Zien we iedereen? 1, 2, 3. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, bachelors. U mag plaatsnemen. Heel erg mooi. Felicitaties. De cap-throwing ceremonie van de afgestudeerden in Bachelor of Applied Technology van het PTC. Daarvoor hoorde u minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De uitreiking vond plaats in het PTC-gebouw en dat is aan de Slangenhoutstraat.